Al gehoord van tweestapsverificatie of 2FA? 2FA is geen voetbalploeg. Wel de veiligste manier om je online account te beschermen tegen hackers. Veel veiliger dan het langste en moeilijkste wachtwoord ter wereld. Echt waar. Hackers hebben maar twee dingen nodig om je account over te nemen. 1. Je gebruikersnaam en 2. Je wachtwoord. Hoe komen ze daaraan? Je gebruikersnaam is vaak je naam of je e-mailadres en dat is makkelijk te vinden op het internet. Oké, je hebt nog een wachtwoord. Maar ook dat kan een hacker snel te weten komen door het te kraken, te stelen, te kopen of via een virus. Dat kraken kan op twee manieren. Ten eerste via een checklist van de meest gebruikte Belgische wachtwoorden. Yep, die bestaat. En weet je welke wachtwoorden in de top 4 staan? Een hacker hoeft gewoon deze 4 wachtwoorden uit te proberen en hij kan heel veel accounts hacken. Een tweede manier om een wachtwoord te kraken is hacker software gebruiken. De software probeert alle mogelijke wachtwoordcombinaties uit. Het kraakt elk wachtwoord, als het tijd genoeg heeft. Dus hoe korter je wachtwoord, hoe sneller de software het raadt. Vandaar dat je altijd een lang wachtwoord met verschillende tekens moet gebruiken. Snap je? Het is zoals je huissleutel namaken. Hoe ingewikkelder je sleutel, hoe langer het duurt. Dieven kiezen dus liever sleutels die ze snel kunnen namaken. Maar is een ingewikkelde sleutel dan altijd veilig? Nee, want die sleutel kan gestolen worden. Net als met wachtwoorden. Hoe gebeurt dat stelen? Dat kan via phishing. Dat zijn valse berichten die je krijgt. In 5 stappen kan bijvoorbeeld je Twitter-account gestolen worden. In stap 1 maken hackers alles na. Ze kopiëren de loginpagina van Twitter en gebruiken een domeinnaam die op de echte lijkt. Vervolgens sturen ze je een phishingbericht. Een valse e-mail met het logo en de kleuren van Twitter. Jij denkt dus dat het bericht echt van Twitter komt. En in die mail proberen ze je te laten klikken op een link naar hun website. Dat doen ze door je bang te maken met dreigende taal. Hackers probeerden in te loggen op je account. Verander snel van wachtwoord door hier in te loggen en een nieuw wachtwoord op te geven. Doe je dit niet binnen de 48 uur, dan blokkeren we je account. Dit wil je uiteraard niet, dus klik je. Ai, ai, ai. Want door te klikken kom je op de valse website terecht. Je vult nietsvermoedend je wachtwoord in en deelt het dus met de hackers. Slik. De hackers loggen in op Twitter met jouw gegevens en veranderen je wachtwoord. Hierdoor heb jij geen toegang meer tot je eigen account. Snik. Naast phishing worden wachtwoorden ook gestolen via een datalek. Want door gelekte computerbestanden vallen persoonsgegevens soms in verkeerde handen. Gebruik je overal hetzelfde wachtwoord en wordt dat gelekt? Dan kunnen al je accounts worden overgenomen. Kies dus zeker meerdere wachtwoorden. Phishing en datalekken gebruiken is stelen. Maar hackers kunnen wachtwoorden ook gewoon kopen. Niet in de supermarkt, maar wel via het dark web. Dat deel van het web is onvindbaar voor zoekmachines. De place to be voor cybercriminelen om gehackte en gelekte wachtwoorden te verhandelen. Is je wachtwoord nog niet gekraakt, gestolen of verkocht? Dan kan het nog door een keylogger virus gespot worden. Hoe werkt dat? Wanneer jij op de toetsen van je computer, smartphone of tablet tikt, legt een keylogger elke toetsaanslag vast. Zo verzamelen cybercriminelen je wachtwoorden en financiële gegevens. Hoe een keylogger-virus op jouw apparaat terechtkomt? Wel, door illegaal te downloaden en zo een keylogger-virus op te lopen dat erachter verborgen zit. Of door rechtstreeks een keylogger te downloaden via een link in een phishing-mail, een berichtje op WhatsApp of een sms van een cybercrimineel. Help! Er zijn veel manieren waarop hackers je wachtwoord kunnen bemachtigen. Hier heb je ze nog eens, alle 4. De eerste manier is je wachtwoord kraken via de wachtwoorden-checklist. Maar ook hacker software kan je wachtwoord raden. Hoe moeilijker je wachtwoord, hoe langer dat duurt. De tweede manier is je wachtwoord stelen via phishing. Je krijgt een vals bericht, klikt en deelt zo je gegevens. Of via een datalek. Hier heb je jammer genoeg zelf geen controle over. Maar je kan wel zoveel mogelijk wachtwoorden gebruiken, waardoor niet al je accounts gehackt worden. De derde manier is het dark web, waar jouw wachtwoord verhandeld wordt. En de vierde manier is het keylogger-virus. Je toetsaanslagen worden bijgehouden en je vertrouwelijke gegevens achterhaald. Echt crimineel, dat klopt.
Jouw manier om hackers tegen te houden moet dus heel straf zijn. En 2FA is heel straf. Tweestapsverificatie houdt, zoals het woord zegt, hackers tegen in twee stappen. In stap 1 gebruikt 2FA iets dat je weet, zoals je wachtwoord. Daar log je mee in op je account van Facebook, Twitter, Google, Microsoft. Maar zoals ik al vertelde, kan dat wachtwoord op 4 manieren achterhaald worden. Gelukkig beveiligt 2FA je accounts nog met een tweede stap. In stap 2 gebruikt 2FA iets wat je hebt of bent. Iets wat je hebt is je gsm. Het account waarop je inlogt stuurt een code naar je gsm. Die code vul je in om toegang te krijgen tot je account. Deze code is slechts enkele seconden geldig, dus onbereikbaar voor een keylogger. 2FA kan ook iets gebruiken dat je bent. Bijvoorbeeld je vingerafdruk of gezichtsherkenning. Want dat is onmogelijk te delen via het internet. Voilà, nu ben je helemaal mee. Nog even herhalen. Je wachtwoord kraken is heel makkelijk voor hackers. Maar door een tweede stap in te bouwen met tweestapsverificatie of 2FA, houd jij hackers even makkelijk tegen. Want ze hebben voor stap 2 je gsm, vingerafdruk of gezicht nodig. En dat is een pak moeilijker.